It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele, hele goede namiddag, late namiddag bij Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag alweer zondag 1 september en we leven al schrik niet op 15:47 en in het schermpje van Google Up staat 25 graden. Daar staat iets anders. Ik ga even op de telefoon kijken. Daar staat het nou ook 25 en de net boven was 23. Goed dan. Ja, 25 graden. Ja, moet je wel weer even wegklikken. Ik heb alweer een hoop gedaan. Ik was in eerste instantie niet in orde en niet vooruit te branden en misselijk en onderweg. Dat is gelukkig weer over. Ik ben er wel moe van, want je wordt er ook moe van. Ik heb met Karin gebeld. Tenminste, Karin belde mij, Mary belde mij, ik had wat was opgehangen en ik had was in de droger gedaan en die vergeet ik natuurlijk uiteraard weer aan te doen, dus ik zou eerst weer naar boven om die aan te doen. Goed, oké zijn. Ja, dat dus als je met je hoofd ergens anders loopt. Ja, met je gedachten althans. Maar in ieder geval, komt goed en dan ga ik de meisjes uitlaten. En het zonneschermhek niet naar beneden gaat, zodat toch de zon wel volop aanwezig is. Maar dat was eerst niet, het was eerst bewolkt. En dat het een de zon erdoor kwam en blauwe lucht werd, was de zon al eigenlijk merendeels uit de kamer weg. Het is nog wel achter, maar ja, ik zal het jullie laten zien. Daar zie je nog wat zon. Nou ja. Het is hier gewoon nou lekker aangenaam. Ja, deur dicht, klaar. En dan gaan we zo lopen, maar ik ga eerst even naar boven toe om de droger aan te zetten. Want het moet wel weer droog, hè? Ja. Dus dat dus, lieve vrienden. En ik wens jullie natuurlijk allemaal een hele fijne, geweldige, 15:49, dus bijna 4 uur. Dus ja, er zijn al heel veel die al aan een borreltje zitten. Nou, ik dus niet. Nee, niet op deze tijd. Bak ik koffie straks als ik terugkom met de meisjes. Ja, dat dus. En ik ga de keuken opruimen. Sowieso ook weer vlogs in elkaar zetten. En ja, voor Karin krijg ik ook hulp met haar grote vlog. Want dat is met twee camera's gemaakt. Dus ja, ik weet niet hoe en wat. Dus ja. Dat gaan we gewoon eventjes bekijken hoe het in de war is. Ze zet het zelf maar klaar hoe en waar en wat het moet. En ik knip wel waar wat af kan. En ik edit hem verder wel. Als zij maar in gewoon de filmpjes allemaal precies zo in elkaar zet, dan komt de rest wel goed. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze. En geniet gewoon ook een beetje met ons mee. Tot later. Doei. Je doet mooi. Deftig hoor. Wauw, je bent deftig. En die legt erbij. En ik heb nog maar één lampje aan. Dat is die. Want ik heb de deur open en ik hoor weer eentje miauw zeggen. Die wil erin, dus de deur moet verder dicht. Maar dat kan zo wel. Ik heb ze net uitgelaten en toen hoorde ik iemand iets roepen. En wat weet ik niet. Wist ik niet, laat ik het zo zeggen. Die was echt aan het zoeken naar iets of iemand of wat dan ook. Nou, dat klopte. Die was aan het zoeken naar een poezekind. Die was al een aantal dagen weg. Dus die heb ik nou geholpen. Die staat in de buurt, want ze zit ook hier in de, woont hier ook in de buurt. Dus die heb ik even binnen gehad, eventjes geholpen. Heel lief mensje, dus ja, dat dus. En ja, je wilt gewoon voor dat mensje ook hebben dat dat poezekind weer veilig terug mag komen. Want het is niet fijn
als diertje waar je zoveel van houdt, ineen weg is. Ja. Dus dan help je zo iemand. Nou, heb in de buurt, buurtpreventie staat, gaat zo zetten, dus komt helemaal goed, mag ik hopen. En nou gaan we de tuindeur wat dichter doen op het kleine haakje, want het is bloedje heet. Tenminste vind ik. Het is daar nu 23 graden, zegt hij. Gaan we hier even koeken loeren, dat kan gesloten worden. Gaan we daar naartoe. Ah, een tentje neergezet. 23 graden dus, ja. Maar ik vond het toch op de hoek koud, want ik heb mijn vest wel aangehad en mijn mouwen gewoon naar beneden. Maar op de terugweg heb ik de mouwen weer omhoog gedaan. Kijk. Dat dus. Maar in ieder geval, ik moet nog eten en al en ik heb geen zin, maar ik zal moeten. Want men moet toch eten. Ja, en ja, komt ook denk ik door de warmte mede. Maar de wind die is gaan leggen, het waaide eerst als een raket ook vanmiddag. Het was wel lekker, maar het waaide hard. Dus ja, en dan... dan is het gewoon zo van, dan eet je veel later dan het eigenlijk normaal gepland is. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten voor mij. En dan moet ik datgene van Karin ook weer terugzetten, zodat die vannacht even verder kan. En dan laat ik de computer aan. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond. En het is geloof ik de tweede keer dat ik film. Ik weet het niet eens meer. Maar ja, het maakt niet uit, het is een keer een korte vlog. Ja, maakt helemaal niet uit. En ik heb de televisie al aan en ik moet hem nog even overzetten. Even kijken wat er allemaal is. En dan zien we wel weer. En ja, ik heb ook nog niks gehoord vandaag, voorwege morgen, van nou, die en die komt bij u te werken. Want die vrouw waar het bedrijf van is, die is gek genoeg om op zondag dat door te geven. Al is het via wat is, hè. Maar dat doet er allemaal niet toe. We merken het wel of ik morgen uit mijn bed word gebeld, ja of nee. En dus, dat dus. Nou, lieve vrienden, geniet en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, de tijd is weer aangekomen om snel weer even een ronde te gaan lopen met de meisjes. Want het is alweer 1:31. Ja, het is alweer laat, maar ik heb wel weer al mijn werkzaamheden gedaan. En ik heb het weer klaargezet voor Karin. En die zal straks, is, weer op plaats van bestemming is, zal zij verder het even in elkaar zetten tot zover dat ik de rest weer kan. Want omdat ze met twee camera's heeft gewerkt, weet ik niet welke eerst en welke dan en welke dan en welke dan. Want dat gaat zo. Ja, dat dus. Ik heb een klein briefje erbij gedaan. Daar dus. En ze bekijkt het maar. En zij kan erin. En ik kan gewoon naar mijn bedje toe. Ja. De computer blijft gewoon draaien. Niks aan het handje. Dus komt er allemaal goed, mag ik hopen. En ik hoop niet dat die ene externe harde schijf eruit wordt geknald, want dat heb ik wel eens. En ja, dan kan je de computer weer opnieuw opstarten. Dat dus. Maar in ieder geval, ik ga er lekker de bijtjes uitlaten en dan ga ik lekker slapen. Want ik ben moe, ben zat. Ja, dus ik ga mijn wandelapp aanzetten. En ik ga naar het toilet. En ik doe mijn vest aan, ondanks dat het 21 graden is. Dus het is wel kleffig, laat me zeggen. Maar ja, omdat ik toch langs die hoek moet en alles, dat is niet zo prettig. En dan doe ik toch wel een vest aan. Ja, vooral in de nacht. De nachtelijke uurtjes zijn toch weer evengoed wat frisser als het ook evengoed 21 is. De wind die, ja, komt meestal van zee af, vooral 's nachts. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En jullie weten het, God die houdt over ons allen de wacht. Daarom zeg ik,
graag tot aan de andere kant voor de nacht. Doei doei.